Wilman, doe toch eens een beetje moeite als je zelf al niet enthousiast kunt worden van uw eigen muziek. Waarom zou ik dan nog moeite moeten doen? En ik zag een paar weken geleden nog eens een videoclip van 50 Cent op MTV. En ik moest concluderen dat dat eigenlijk zo slecht niet meer is. Want hetgeen dat je nu hoort is nog oneindig veel erger. Want wat is hip-hop nu geworden? Hè? Dat is wat Eurobeat met zo'n ongelooflijk irritant computergestuurd stemmetje erover. Allemaal de schuld van Cher trouwens. Die trut is er allemaal mee begonnen, hè? Jaren geleden. No matter how hard I try, I just... That's why I'm talking to you. You're so... Let you leave me. En wij dachten in die tijd al, amai, dat is voice. Maar nu doen die dat allemaal. Hè? Ik zag een videoclip. Ik weet zelfs niet meer hoe die gast heet. Hij komt eraan gereden op een motto. Hij stapt af, zet zijn helm af en zingt... I throw my hands up in the air sometimes, singing ayo. Sorry. Wat was die tekst? I throw my hands up in the air sometimes. I stick my thumb up my fucking ass sometimes. Maar ik heb niet echt het gevoel dat ik daar een fucking nummer over moet gaan schrijven. Man. Niet bepaald een tekst als je die hoort dat je denkt... Revolutie, we steken de stad in brand. Maar met de handjes soms in de lucht. Pas op, het is natuurlijk ook niet altijd allemaal slecht. Moet ik ook niet zeggen. Je doet wel goede dingen. CeeLo Green. Hè? Ken hem? I see you driving around town with the girl I love and I'm like, fuck you. Dat is een tekst waar ik kan achterstaan. Zeker die eerste zin van dat nummer vind ik geniaal. I'm sorry, I can't afford a Ferrari, but that don't mean I can get you there. Dat is zo, ja jongen, zeg het. Zeg het tegen die trut. Fantastisch, man. Dat is tenminste muziek dat een beetje meer in de lijn is van de zwarte muziek waar ik mee ben opgegroeid. Hè? Stevie Wonder. Mijn vader was een gigantische Stevie Wonder fan. We hadden thuis zo'n video van een concert uit de jaren 70. En dat was de Stevie nog veel jonger. Hij had hem zo'n microfoon die aangepast was aan zijn vrij unieke zangstijl. Af en toe leverde dat wel een klein technisch probleem op. Da 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 da. Music is a wild and in itself, in a language we all understand. When you are in life. Zag je de rest van die zo'n groep zo keihard panikeren? Stevie, Stevie, the mic, man, the mic. What? God damn, you blind-ass motherfucker. You deaf too? Who are you calling deaf, motherfucker? I kick your ass. Yeah, here's my ass. Try and find the motherfucker first, man. Gruwelijke taferelen, dames en heren.